godverdomme. Heeft deze een normale snelheid? Gewicht, gewicht. Up, nee, niet gewicht. Ik mag vandaag fruitboer spelen en ik doe dat bij Fruit van Helmond. Dus dat zijn hoofdzakelijk appelen en peren. Ik weet niet wat mij te wachten staat. Ik denk een dagje handenarbeid. Ik heb afgesproken met Mario. Dag Pascal. Ik ben hier, ik kom mij aanmelden. Ja, ik ga ervan profiteren. Wij gaan Sebbe beginnen te plukken, appelen en peren die wij milieuvriendelijk telen. We vliegen erin, want we zijn al een tijdje bezig daarop je aan het wachten. Alles aan. Oké. Goed. Dat is Pascal, hè? Je collega. We gaan u in het begin wat spijt geven. Na een tijd moet je toch rond de 110, 130 kilo per uur kunnen draaien. Anderhalf uur, twee uur moeten we een plafond krijgen. Ja. Ik haal normaal veel kilo's. Ja, ja. We gaan dus die appel vastnemen en we gaan daaraan klinken. Ja, voilà. Dat is hem zo. Voilà. Ja, ja. Kijk. Dat kan gebeuren. Ik heb te veel fors. Ja. Ik heb te sterk, ik vind ze gommelig. Dat tel ik niet bij mij. Dit jaar is precies wel een goede oogst, of niet? Ja, ja, ja. Betekent dat dan dat de zaken goed gaan? Als we heel eerlijk moeten zijn, sinds de pukkelpopstorm van 2011 hebben we eigenlijk nog één tamelijk goed jaar gehad, maar dat maakt al die andere jaren tot nu toe eigenlijk niet goed. En dat heeft te maken met vorst, hagel, storm, de prijsvorming, Russische boycott, noem maar op. Dus eigenlijk is het op dit ogenblik niet zo gemakkelijk. En dan hebben we gezegd van ja, we moeten hier iets gaan ondernemen. En dan hebben we geopteerd van met hoeven en streekproducten te gaan werken. We hebben op basis van appel en peren zijn we beginnen genevers te maken. Hagelandkoffie, perenadvocaat, appeladvocaat. Om op een andere manier centen binnen te krijgen in ons bedrijf. Dat is dan eigenlijk uit economische noodzaak. Ja, het is echt ondernemerschap noem ik dan. Ja, denk de mannen, mag ik nog een beetje vooruit rijden? Ja. De vlam in de pijp, keurig door de appelgaard. Met mijn 30 tonnen appel. Oké. Hoe zie jij de toekomst, Mario? Blijven innoveren, hè. Blijven zoeken achter nieuwe variëteiten en gewoon de nieuwe technieken blijven volgen. Ja. En wat de toekomst verder zal, dat zal zijn eigen uitwijzen. Ik begin hoe langer hoe meer respect te kweken bij die mensen. Hopla. Oké. Dat is een schone rode, zeg. Maar hier twijfel ik niet over. Hè. De appels hebben een dorst. Ja, Pascal, het is zover. Hè. We hebben ons uurtje geplukt. We gaan een keer zien wat de resultaten zijn. Nu ben ik iets benieuwd, Mario. We gaan een keer wegen. Hoeveel weegt zo'n kist normaal? Rond de 50 à 60 kilo. En we hebben? Amai. 255,5. Ja, dat is 100. Is dat zo? 190. Dat heb je eigenlijk heel goed gedaan, een kameraad. Ja, inderdaad. Ja, je bent echt een supergast op zo'n korte tijd. We zijn juist gaan plukken. En nu is het tijd voor een boterhammetje te eten. En straks gaan we sorteren. Normaal gezien draaien we hier een 20 ton per dag. We gaan aan de band starten, ja. Maar voordat we starten, zou ik wel graag hebben dat je je netje aandoet voor je haar. Doe dat maar op en dan gaan we direct aan de band. Hè. Ja, gemist. Hop. Oh, verdomme. Heeft deze normale snelheid? Ja, verrotten. Daar zijn we dubbel. Daar heb ik nog een. Ja, dat had ik gezien. Je doet dat goed. In plaats van schaapjes tellen, kun je straks peren tellen. Precies, wat een schoon peer. Ja, dat moet van smaak, hè? Dat is supergoed, echt wel. Oh. Ja, ja. Dit jaar is het fruit echt perfect. Hoeveel verschillende variëteiten kweken jullie hier nu zo? Toch een heel deel, hè. Ongeveer een 7 tot 8 variëteiten voor de peren. En een dikke 10 voor appelen eigenlijk. Ja, risicospreiding, hè. Als één variëteit minder goed gaat, heb je toch nog kans dat die andere misschien toch ons zouden kunnen verkopen. Ja. Proefelen zo. Wacht, hè. Zo. En dan zo. En dan pak je die. Ja. Ga jij mij nu zeggen wat ik moet doen? Ja. Bijna gelukt. Voilà, 12 kilo. Voilà. Het kan ook niet just zijn, maar het moet 12 kilo zijn. Ja. En die zetten we dan op de palet. Ja. Die moet echt goed er tegen staan. Ja. Volgen, ja. Ik ga je laten doen, hè, Pascal. Je doet dat goed, ja. En al dat geweldig fruit, dat verwerken ze ook nog eens in streekproducten. En daar hebben ze hier een winkeltje van. Hier zeg, de befaamde Jona Gold Genever. Ja, goed. Oh, Lasse. Dankjewel. Pascal, en de volgende dag vandaag. We hadden iets kunnen bijleren. Ja, je bent zo afhankelijk zijn van externe factoren. Hè. Ik moet jullie bewonderen eigenlijk, dat je daar constant tegen moet vechten. Deels uit noodzaak, maar ook grotendeels uit liefde voor de vak. Heer, bedankt dat ik hier een dagje mocht meedraaien. Bij ons zeggen ze ook een paar bakjes.